Zaterdagochtend was de laatste training van NEC voor de derby van zondag tegen Arnhem. Supporters kwamen nog even de spelers en staf toezingen en op scherp zetten. Heb jij nog een stem? Nee man, dat is een beetje weg man. Maar want je bent al aan het zingen? Ja, en gewoon lekker weekend toch. Moet genieten. Ja, prachtig hè? Mooi hè? Volgens mij is het nog nooit zo druk geweest bij de training. Of nooit? Nou, niet dat ik me kan herinneren, nee. Trainer Rogier Meijer is er klaar voor, net zoals zijn spelers. Ja, ik ben er wel klaar voor, ja. Dat was ik al een paar dagen, maar met vandaag erbij, met het publiek erbij, dat geeft nog even een extra lading en ook een extra soort motivatie. Dus dat is hartstikke mooi, ik heb er veel zin in. Ja, dat geeft ook kippenvel en je merkt het ook aan de spelers in het begin, het was een beetje onwennig, een beetje zoeken. Maar uiteindelijk hebben we lekker getraind en is iedereen goed voorbereid voor morgen. En Magnus Matson die trainde apart, gaat hij morgen een rol van betekenis spelen? Niet op het veld, hè. Hij kan niet bij de wedstrijd zijn. Dat is de kort dag zeg maar, voor morgen. We moeten kijken hoe we dat gaan oplossen. Hey, wat verwacht je dan van morgen? Ik denk dat we morgen echt een reële kans hebben om te winnen. En dan ook nog eens een keer goed, 2-3-0. Ik verwacht wel een 3-0 overwinning. Met, denk wel dat Okita gaat prikken. En wat denk jij? Ik denk ook 3-0, ja. Zeker. Overtuigend winnen. We gaan winnen. Ja, dat is wat we heel graag willen en waar we alles aan gaan doen. En uiteindelijk heb je ook te maken met de tegenstander, hè, die ook kwaliteit heeft. Maar ik ga ervan uit dat we morgen een hele mooie wedstrijd op de mat leggen. Dankjewel en heel veel succes.